20.000 feestvierders trotseerden gisteravond dreigende onweerswolken op de eerste avond van Casablanca in Heemiksem. Het festival aan de Sint-Bernardusabdij is alweer aan zijn 9e editie toe. In 2004 begon alles heel klein op de binnenplaats van de abdij. Nu wordt het festival de jongeren van de regio. Op de staan er nog niet de minst. Gisteren begon met Triggerfinger, The Mens en Intergalactic Lovers. De komende dagen treden er onder andere nog Heather Nova en Ozza en Hitler. Wij realiseren hier voor de 9e keer op rij het gratis Casablanca Festival. Dat is een festival dat ontstaan is uit een aantal vrienden en een beetje uit de hand is gelopen. En ondertussen een festival van hoeveel bezoekers? Om en bij de 70.000 bezoekers ongeveer. Dus, 4 dagen verschillende programmatie. Van comedy naar dance, naar rock, naar alles en nog wel eigenlijk. Voor ieders wat wils. Eigenlijk is het belangrijkste van het hele festival. We zijn allemaal vrijwilligers, dus we doen het zelf ook gratis. En dat is eigenlijk de reden, dat is eigenlijk de grote drijfveer achter het festival. Ja, want iedereen praat altijd over maakt Casablanca het festival nu eigenlijk winst? En zie, winst, of toch zeker financiële winst, is niet onze drijfveer. De winst die dat de mensen hier uithalen, is de band die dat er gesmeed wordt onder de vrijwilligers en alle medewerkers die dat hier meedraaien om dit mogelijk te maken. En dat is een onwaarschijnlijk leuke en fijne ploeg waar dat wij ondertussen toch al 9 jaar op kunnen rekenen om dit mogelijk te maken. Dat begint eigenlijk bij de hinnen eigenlijk in de groen. Eigenlijk. De anciens van de scouts van Heemiksem, daar is het begonnen. Ik zeg dat niet graag, ik ben zelf van de Giro. Uiteindelijk zijn we al samengekomen tot de leuke samenwerking. Dus, waarom is dat begonnen? Ja, dat is misschien bij hem zijn. Het festival is eigenlijk ontstaan, ik denk op een scoutscamp samen met Koen Scholiers. En wij hadden het idee, in Heemiksem, er gebeurt eigenlijk niks. En de dingen die hier in de zomer gebeuren, die zijn onwaarschijnlijk duur. Dus dat zijn er heel wat festivals waar je heel veel inkomen voor moet betalen. En wij wouden voor onze vrienden eigenlijk een klein feestje organiseren dat niet duur was. Zo hadden we vroeger eigenlijk drank al 1 euro. Ondertussen is dat onhoudbaar geworden omdat we een te groot festival zijn geworden. En omdat alle dingen duurder zijn geworden natuurlijk. Maar we willen die kern wel behouden eigenlijk. De boodschap is van, mensen moeten hier gratis een feest kunnen komen vieren en dat blijft. I'm gonna go to the hospital.
er zo vanaf 100 jaar is een groep van 30 man. En dat bouwt op naar nu tijdens de dagen van 205 vrijwilligers per dag eigenlijk. Dus naar de 1000 vrijwilligers ongeveer. Ik kan alleen die mensen heel hard bedanken om hier mee te komen werken om dit mogelijk te maken. Want uiteindelijk, zonder die medewerkers hebben wij ook geen festival. Ik had er net nog met een steward erover die zegt van oh, dat is toch fantastisch wat dat jullie hier realiseren. Maar eigenlijk is dat even goed. Elke steward die hier staat, die zorgt er mee voor dat het festival mogelijk wordt gemaakt. Dus eigenlijk, eners wie die dat ook het kleinste voor het festival doet, draagt eigenlijk gewoon een steentje bij om heel dit grootste initiatief ondertussen mogelijk te maken. Ik ben verantwoordelijk voor de opbouw en de afbraak, maar de productie zal ik zeggen. Dat is eigenlijk de moeilijkste vraag om te stellen. Ik zou kunnen zeggen wat er vanachter op mijn t-shirt staat die ik heb gekregen van mijn collega hier, maar dat kan ik niet zeggen. Ik weet eigenlijk niet goed wat mijn eigen functie is. Ik ben een beetje het sociaal tussen dat misschien de mensen bindt binnen het festival. Zoiets. Ondertussen, de Maarten is erbij gekomen, denk ik, het derde of het vierde jaar dat we het organiseren. En toen waren Koen en ik nog de grote organisatoren, zo gezegd. Maar ondertussen zijn er toch wel wat jonge gasten bijgekomen die dat heel wat organisatorische taken van ons hebben overgenomen. Waardoor dat wij eigenlijk een beetje een rustigere taak krijgen binnen het festival. Maarten Mennis. Jenne Meivis.